Om op een correcte manier de betrouwbaarheidsintervallen weer te geven voor een mixed design, waarbij je een herhaalde meting hebt en onafhankelijke groepen, moet je een aantal stappen doorlopen. Het eerste wat we moeten doen is een nieuwe variabele maken waar het gemiddelde in staat voor de voormeting en de nameting. Dat doen we via transform compute en laten we hem mean voor na noemen. En daar hebben we dus het gemiddelde voor nodig. Dat is deze mean voor voor en zowel de nameting. Die plakken we in de syntax. En die runnen we. En dat levert ons een nieuwe variabele op in ons databestand. En dat is het gemiddelde tussen de voormeting en de nameting. Wat we vervolgens nodig hebben is het gemiddelde, als het ware de grand mean, net als bij de repeated measures, maar dit keer zowel voor de eerste groep als voor de tweede groep. De groepen heb ik hier even gesorteerd, zodat het goed zichtbaar is. En om dat makkelijk voor elkaar te krijgen, kunnen we gebruik maken van de aggregate functie in SPSS. Klik op aggregate en zeg dat we voor groepen apart de gemiddelde willen berekenen voor mean, voor en na. Dus dat betekent dat we een nieuwe variabele gaan krijgen waarvoor groep 1, de gemiddelde voor die groep, in staat op voor, na, mean en ook voor groep 2. Deze plakken we in de syntax en deze runnen we. En dit levert ons dus een nieuwe variabele op. Hier zien we hem. En dit is dus allemaal het gemiddelde voor de eerste groep en dit is allemaal het gemiddelde voor de tweede groep. Hiermee kunnen we de adjustment factor gaan berekenen. Wederom naar compute. Reset. En deze noemen we adjustment. En de adjustment is dat gemiddelde wat we net berekend hebben, min het gemiddelde voor elke persoon. Dat passen we toe. We gaan naar de syntax. Selecteer. Run. En nu hebben we onze adjustment factor. Dit is hem. Deze moeten we toepassen op de voormeting en de nameting. En dat doen we wederom met compute. We maken een nieuwe variabele voor adjusted. En dat is dus gewoon de voormeting plus de adjustment factor die we hebben gemaakt. Die zetten we in de syntax. Dat moeten we ook doen voor de nameting. Dus dat kunnen we doen door te kopiëren, zodat we ook een nameting krijgen, adjustment factor. En dat moet dus toegepast worden op de nameting kolom. Selecteer, run en dat levert ons de nieuwe variabele adjusted voormeting en nameting adjustment op. En dit zijn de variabelen die we gebruiken om de error bar charts mee te maken. Dus laten we zeggen dat we een lijngrafiek willen, waarbij we de voor- en de nameting op de x-as willen hebben. De voormeting en de nameting op de x-as. En die moeten we weer een index toekennen. En we willen dat apart hebben voor de variabele groep. Hier moeten we het betrouwbaarheidsinterval op toepassen van 95%. Apply. En dat levert ons de correcte betrouwbaarheidsintervallen op in een lijngrafiek.